Hey, ik ben Chris van Deupencash en vandaag gaan we even kijken naar een handige tool die je op Binance kan gebruiken. Er zijn een aantal vragen bij ons in binnengekomen. Doen jullie nou weer een keer iets met die Binance Exchange? Dat gaan we vandaag doen. De tool die we vandaag gaan gebruiken is de Binance Volume Monitor. En wat doet deze tool? Deze tool laat zien wanneer er een significant volumeverschil is in een bepaalde trading pair. Hij scant dus alle pairs op Binance. En als daar in één keer een spike is, een toeafname in volume, dan geeft hij een alert weer. En die kunnen we gebruiken om eventuele trades op te plaatsen. Je moet het zo zien, een prijs beweegt niet zomaar. Als je naar een bepaalde candle kijkt, ik neem een willekeurige chart, dan zie je altijd dat daar een correlatie is tussen de prijsactie, dus echt de beweging van de koers, en het volume wat daaronder loopt. En deze tool geeft ons heel vroeg, of in een voortijdig stadium, een notificatie of een alarmpje. Hey, het volume neemt nu toe of af. Let even op, er is iets aan de hand. En op dat moment kan je eigenlijk gaan bepalen, is het interessant om een bepaalde trade te gaan maken. Heel vaak zien we toch dat we die echte golfbewegingen zien, hè? In een bepaalde koers. Die zie je hier ook gewoon hier. En hier wordt je wat sterker, steviger. We zien ook dat er waarschijnlijk aantal confirmaties naar boven zijn gekomen. Daar komen we dadelijk even op. Maar het gaat er dus om dat we deze golfbewegingen gaan spelen. En als je nou na de eerste candle eventueel een signaaltje krijgt dat je hem op kan pikken, dan heb je misschien niet de bodem gepakt, maar kan je wel de bovenste range mee pakken. En dat noemen we trendrijden. Dus echt met de trend meetreden. Op een hele korte tijdsinterval. Dit soort hoe moet je het noemen? Indicator. Nou ja, het is echt een hulpmiddel. Dit soort hulpmiddelen gebruik je echt als je een beetje aan het scalpen bent op Binance. Dan gebruik je een menuchart of een 5 minuten chart staat hier. Een 3 minuten chart kan ook als je een andere, als je TradingView erbij gebruikt bijvoorbeeld. Maar een minuten chart is prima. Laten we even naar de tool zelf gaan. De tool staat hier sowieso onderaan in de description, dus die link kan je gewoon vinden. Is helemaal gratis, je hoeft niks te installeren. Pagina openen en dan is dit gedeelte nog wel leeg. Dat kan ik wel even laten zien als die refresht. Dan begint het zo. Nou, er staat er nu al gelijk eentje in. Het enige wat je hoeft te doen is dit scherm open te laten staan. En dan op een gegeven moment, als er ergens volume spike zijn, dan krijgen we daar een weergave van. Nou, en zo'n signaal is opgebouwd uit verschillende pings. Je hebt een wit signaal, je hebt een geel signaal en je hebt een rood signaal. Meestal gaat het eigenlijk altijd hetzelfde. Dus je ziet eerst een paar keer een wit signaaltje, misschien een paar keer een geel signaaltje. En dan in één keer een rood signaal. Meestal ben je bij het rode signaal al iets te laat. Maar vaak kijk ik, als ik een aantal keer dezelfde coin zie langskomen met een wit signaal al en daarna ook een paar keer een geel signaal, dan ga ik hem alvast bekijken. Dus ik laat die lijst gewoon continu openstaan. Je krijgt een klein pinggeluidje als er een geel of rood signaal komt. En dan ga ik gewoon die coin erbij pakken. Je kan gewoon heel gemakkelijk gewoon op de coin klikken en dan wordt er automatisch een chart geopend. Dat is wel gewoon een simpel chart, maar dat is in principe genoeg om gelijk te kunnen zien van daar is inderdaad iets aan de hand, daar is prijsontwikkeling aan de hand. We zien gewoon bijvoorbeeld hier dat de prijs afliep en dat het ook gekoppeld is weer aan het volume. Dus dat vertelt ons weer dat verhaal van prijs is nu aan het rangen, of het maakt niet uit of die dan verkoopt of koopt. Dat hangt natuurlijk af of je al in positie zit of nog positie moet nemen, maar het vertelt wel van het tradingvolume neemt nu af of toe. En daarop kan je je trade baseren. Als bijvoorbeeld in dit geval van ADA. De prijs rolde over. En begon een klein beetje naar beneden te rangen. Als ik zie dat het volume gaat toenemen, dan ga ik nog geen positie nemen. Ik wil confirmatie vanuit mijn volume. Het volume neemt af.
Er is de eventuele bodem is nu bereikt en ik kan een range omhoog maken. En dan wacht ik gewoon tot een volgende conformatie, volgende signaal vanuit de Binance Volume Monitor om eventueel een trade te maken. Nou, er zijn wel een paar dingen waar je op moet letten als je deze tool gebruikt. Dat is ten eerste, er moet niet echt een grote volatiliteit zijn. Dus niet echt een trend in de markt. Dus bijvoorbeeld niet een bitcoin die aan het droppen is, waardoor die alle altcoins meetrekt. Deze tool, uit ervaring kan ik zeggen, werkt het beste als de markt redelijk vlak is. En als lichtgroene cijfers laten zien, dan kan je hier hele mooie trades mee maken. Een ander dingetje is, dat is sowieso een algemene tip, ga niet in coins traden waar het volume heel laag is. Ten eerste krijg je supersnel rode pings al, omdat het tradingvolume altijd al laag is. En dan komt er bijvoorbeeld een order van 1 bitcoin doorheen, ja, dan geeft hij gelijk een rood signaal af. Ik bepaal voor mezelf altijd, ja, het liefst toch minstens een tradingvolume van, laten we zeggen, 200, 300 bitcoin per dag. 24 volume, dat zie je altijd rechtsboven staan. Anders loop je toch kans dat je op basis van valse signalen gaat traden. En het probleem is gewoon, een laag tradevolume is door één grote partij is makkelijk en snel beïnvloedbaar. Dus pas daar altijd mee op. En een ander dingetje is natuurlijk, gebruik dit ook echt als tool of indicator. Dit is niet een koop- of verkoopsignaal. Hetzelfde met indicatoren, die gebruik je alleen maar ter conformatie van jouw eigen idee. Deze tool doet het net iets anders, omdat die laat zien, hey, kijk even naar die coin. Dus het is gewoon meer een reminder. Het laat gewoon zien, gewoon hou dit even in de gaten. En dan ga je analyse erop loslaten. En zo kan je eventueel een trade maken. Nou, dankzij deze tool kan je gewoon gemakkelijk vroegtijdig een bepaalde trend ontdekken. Je ziet volume spikes en bijvoorbeeld hier kregen we een alert van hou even in dit geval Cardano in de gaten. En we zien inderdaad dat daarna gewoon het volume toenam. En de prijs ook toe is genomen. Dus dit had op zich een hele mooie trade geweest. Ik zie wel graag liever dat de bars die aangesloten zijn, een duidelijker verhaal vertellen. Dus dat er meer echt een oplopende of aflopende lijn in zit. Even kijken of ik snel een voorbeeld kan vinden. Ja, zoiets als dit. Dit vertelt je veel duidelijker het verhaal. In dit geval is dit een daling. Maar we zien wel gewoon, de daling is hier ingezet. Hier kreeg je een eerste signaal. En hier zien we in één keer een volume spike. En we zien dat de prijs niet meer wegzakt. En dat het volume ook een beetje wegvalt. En dat geeft dus eventueel aan, er is tijd voor een omkeer. Voor een trend reversal. En dan echt op zeer korte termijn. Hè? Want ik kijk nu gewoon op de minutenchart. Dus dit soort patronen, daar ben je naar op zoek. Ik snap ook wel dat het iets moeilijker te vinden is. Omdat het tradingvolume stuk lager is als bijvoorbeeld een half jaar geleden. Verschillende coins. Bijvoorbeeld Cardano. Ja, daar werd gewoon 5000 bitcoin ingetraind op zijn minst. Dus daar moet je even rekening mee houden ook. We zien bijvoorbeeld hier dat we IOTAX nu al meerdere keren hebben langs zien komen. Ik heb volgens mij al 3 keer een witte conformatie gezien. 2 keer een gele en nu zelfs een rode. Het eerste signaal kwam van ongeveer een half uur geleden. En dan kunnen we even kijken naar de chart. En dan zien we inderdaad eigenlijk, dit was het eerste keer dat het signaal werd afgegeven. En sindsdien hebben we gewoon ontstaat er een kleine trend waarop je een hele mooie trade had kunnen plaatsen. Ik denk dat dit een hele handige tool is voor zowel beginners als gevorderden. Enige puntje, zoals eerder gezegd, waar je echt rekening mee moet houden is, laat je niet leiden door deze tool. Deze tool dient als hulpmiddel, niet als signaalbevestiging of zo van, je krijgt hier een rode puls, kopen maar, verkopen maar. Zo werkt het niet.
Je moet nog steeds je eigen dingetje doen, je eigen onderzoek doen. Ik denk wel dat je, als je hier actieve scalp sessies mee doet, ik heb dat in het verleden vaker gedaan, ik ga proberen een keer zo'n sessie op te nemen, kan je hele leuke rendementen halen. En zoals er werd gevraagd vanuit de community, was het weer eens een keer tijd voor een Binance filmpje. Wil je aanmelden bij Binance, dan staat hier sowieso onderaan het filmpje een linkje naartoe. En vonden jullie dit leuk? Willen jullie meer van zien? Laat dan sowieso even een duimpje omhoog achter. Abonneer je op ons kanaal. En klik even de belletje aan. Dan blijf je op de hoogte van de laatste filmpjes die we uploaden. En dan zie ik jullie morgen weer bij de livestream. Later!